Japan, Australië en Nieuw-Zeeland reageren geïrriteerd op de aankondiging van Donald Trump dat hij het TPP-handelsverdrag zal opzeggen. Het verdrag is nog maar pas in februari ondertekend en moet het handelsverkeer tussen de Verenigde Staten en 12 landen rond de Stille Oceaan aanwakkeren. Volgens Trump leidt dat tot banenverlies in de VS. Het afschaffen wordt zijn eerste beleidsstaat als president, zegt hij. Today I would like to provide the American people with an update on the White House transition and our policy plans for the first 100 days. Op YouTube kondigt de toekomstige president zijn plannen aan, niet op een persconferentie zoals gebruikelijk is. Zo vermijdt hij lastige vragen. Zijn eerste beleidsdaad op dag 1, zegt hij, het intrekken van vrijhandelsverdrag TPP. A potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores. Het Trans-Pacific Partnership is in februari ondertekend. Het moet douanetarieven tussen de VS en 11 landen rond de Stille Oceaan afschaffen en zo de handel met die regio bevorderen. Deelnemende landen, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, reageren geschokt. Bijna 12 jaar hebben ze aan het verdrag gewerkt. It is very clear that from Australia's point of view, getting access, greater access for Australian exports, whether it's goods or services, to those big markets is manifestly in our interest. It is manifestly delivering more jobs, better jobs and stronger economic growth in Australia. TPP は米国抜きでは意味がない。Waarnemers waarschuwen voor een escalatie, een handelsoorlog. En daarbij heeft ook Trump zelf veel te verliezen. Stel dat het tot handelsoorlogen komt, wat zijn dan de gevolgen in termen van hogere importtarieven? Wat zal dat betekenen voor de gewone consument, de gewone Amerikaanse consument, als hij plots geconfronteerd wordt met hogere prijzen aan de kassa? Dus dat gaat ook zijn koopkracht in dat opzicht niet onmiddellijk te goede komen. Dus in dat opzicht stelt zijn beleid toch wel een aantal duidelijke problemen. My agenda will be based on a simple core principle: putting America first. Voorts wil Trump zo snel mogelijk milieuregulering afschaffen, zegt hij, zodat bedrijven onbeperkt steenkool en schaliegas kunnen ontginnen.